Een week zonder K3 is een week niet geleefd, dus hier zijn ze weer. Dag Hanne, Marten, dag Julia. Hallo. We beginnen elkaar wel veel te zien, hè, zeg. Ja? Zijn we toch niet bij? Nee, eigenlijk, om eerlijk te zijn, niet, want jullie hebben fantastisch nieuws. Maar eerst moet ik jullie keihard feliciteren. 50.000 tickets voor de drie biggetjes. Ja, ongelooflijk, hè. Wij vielen zelf ook van onze stoel. We zagen dat en we dachten, wow, het is echt... Ja, ergens hoopten we wel dat mensen enthousiast gingen zijn, maar dit is toch wel al een heel goed begin. Nou, hoe zou je dat verklaren? Is dat dan het nostalgische effect wat terugkeert? Ik denk dat wel, want ik hoor zo heel veel in mijn omgeving. Zo, ik fietste laatst door mijn straat en ik kwam zo mijn overbuurmeisje tegen. Ja, wij hebben al tickets, hoor. Dat was gewoon iemand van mijn leeftijd. Dus ik denk dat dat vooral eigenlijk bijna bij mensen van onze leeftijd meer leeft nog dan dat het bij die kindjes leeft. Omdat ja, die kennen dat nog niet. Ja. Dus ja, ik denk inderdaad dat dat voornamelijk rond dat nostalgische wel hangt. Ja, zeg, al goed geoefend op het knorren? Ja, elke dag. Zeg maar, vandaag is er weer een fantastisch nieuws, want leg eens uit, ik ben hier in Technopolis, dat is heel lang geleden. Wat gaan jullie hier vandaag doen? Ja, wij zijn hier eigenlijk omdat wij meters zijn geworden van Technopolis. En dat is omdat de wetenschap is toch nog voornamelijk precies een mannending of iets waar jongens heel veel aantrekking in vinden en meisjes minder. En als K3 willen wij wetenschap bij kinderen brengen en dan ook een beetje meer bij de meisjes. Ben jij ook een chemisch meisje geweest op school? Was je daar goed in? Ik was er niet goed in, maar ik vond het wel super interessant. Zo echt de proefjes en zo, die vond ik mega leuk. Maar zo echt met al die cijfertjes en het rekenen gedeelte, dat vond ik heel moeilijk, maar ik vond het wel heel interessant. Ja, maar kijk toch dat jullie de kinderen daarvoor gaan aansporen, want ze staan hier ook massaal buiten te wachten. Wat gaan jullie vandaag precies doen hier? Oh, ja, vandaag gaan we ook bekendmaken dat we dus meter zijn van Technopolis. En we gaan ook een aantal proeven doen, zoals dat je hier al een beetje kan zien. Dus dat is ook heel leuk. En we gaan ook elks onze eigen proef, die beneden te zien is, ja, eigenlijk tonen aan de kids. En de kinderen die er vandaag niet bij zijn, die kunnen die dan wel nog later komen doen? Ja, absoluut. Dat blijft hier staan, dus ze kunnen echt naar Technopolis komen en dan hier gewoon alles testen en zelf komen kijken. Zeg, heerlijk. Dan ga ik jullie superveel plezier wensen en ja, succes vandaag. Dank je wel. En tot volgende week. Is er nog iets aan te kondigen? Vast wel. Vast.